Heidi Berenstein werd vanmorgen benoemd tot Kinderboekenfestival Goodwill Ambassadeur voor het Milieu. De benoeming vond plaats in de cultuurtuin. Kinderboekenfestival staat symbool voor kinderen en boeken. En educatie en vorming, dat is een van onze belangrijkste doelen. En daarom zijn we van plan om op het terrein dat hier achter ons ligt, binnenkort een kindereducatiecentrum op te richten. Het wordt geen kaalkap, maar de bedoeling is dat wij van het bos gebruik maken en de kinderen alles leren wat te maken heeft met behoud, bescherming van ons milieu. Want als we ons milieu beschermen, dan beschermen we onszelf. En daarom vinden we het zo belangrijk dat wij iemand, een expert op het gebied van milieu, tot onze voorhoede spelers betrekken of rekenen. En dat is Heidi Berenstein. Educatie ligt mij heel erg aan het hart. Omdat educatie ontzettend belangrijk is om verandering teweeg te brengen in dingen die niet goed gaan. En een van de dingen die niet goed gaat in Suriname is ons milieu. En milieu is veelomvattend. Hè? Mensen denken vaak dat het alleen maar gaat om petflessen op straat, et cetera. Maar milieu is alles wat we om ons heen zien. Ook wij maken deel uit van het milieu. Hè? Milieu, dat zijn de bomen, dat zijn de planten, dat zijn de dieren, het zijn mensen. En de interactie tussen al die organismen samen. Het is voor Berenstein een waar genoegen om de bijzondere benoeming te mogen ontvangen. De milieuambassadeur zal in de komende tijd niet alleen betrokken zijn bij de oprichting van het kindereducatief centrum, maar wilt ook graag meer milieuthema's opnemen in het onderwijscurriculum.